It's number one. Zo, dames en heren, Koetje is weer op weg. En wat gaan we vandaag doen? Juist weer vuurwerk shoppen in Nederland. Op naar de Action, want daar hebben ze vuurwerk. Ja, daar zijn we jongens. De Action, zo snel kan het leven gaan. Oh, allemaal vuurwerk. Nou, valt mee. Twee pakketjes. 16 euro. Dan hebben ze al een cakeje eraan gejat, zie je? Nou, ik weet niet of ze later wat meer krijgen, maar neem even deze twee pakketjes mee, denk ik, hè? Korte shoppingvideo zo. Ja. Zo, netje betaald. Tijd om de buren te gaan pesten. Kijken of we langer volhouden met het pakketje. Ik denk dat de buurman zo buiten staat. Zo, dan laten we zien wat we gekocht hebben. Ziek zware pakketten. Gewoon legaal. Echt heel gevaarlijk natuurlijk. En dan een super mega pakket. Ja, het is wel een beetje jammer. Want wat opvalt is dat dus in het metapakket de Pearl Cover zit. Zit dus ook in een kleiner pakket. De Gold Blink. Dan zit daar dus ook in. De Crackling Power, die zie ik hier ook zitten. De Color Blink, die zien we daar zitten. Kijk, en daar heb ik dus ook twee keer Gold Blink in zitten. Dus het is wel een beetje, ja. Dus wat zit er in dit pakket niet, wat daar wel in zit. De Red Cracker zit er bijvoorbeeld dan in, die zit in deze niet. De Crackling Cauliflower, goed uitspreken. De Green Mania, Blue Knight, de Sky Silver. Hij had een paar potjes, maar ja, we kunnen er nog heel veel lang over gaan spreken, jongens. We gaan gewoon lekker naar het veld rijden, gaan ze aansteken. En zo ineens was het donker. Nou, kijk eens, dan zien we de effecten dadelijk wat beter. We hebben dus drie pakketjes en de Big Bazaar pakket meegenomen. Deze zijn dus van de Action, die twee, en die van de Big Bazaar. Dus we gaan die even allemaal aansteken. We beginnen eerst met het pakketje van de Big Bazaar. Want die heb ik in een andere video ook gedaan. Ik had toen beloofd dat ik hem eens een keer s'avonds zou afsteken. Dus die belofte ga ik nu inwilligen aan jullie. We beginnen met Green Groen Flower. Nou, dat is ook fijn. Wow. Ja, dat is best hoog. Maar kort. Daarna krijgen we de Crackling. Altijd leuk crackling. Vervolgens krijgen we de Flashing Fountain. Gewoon een disco flitsje is dat. Kunnen we alvast naar de volgende gaan. Even kijken, een Colorful Fountain ofzo. Even kijken wat die doet. Dat is mooie kleurtjes. Beetje jammer dat die kort is. Het is gewoon een disco blissie. Het is echt ongelooflijk, joh. Kijk, ik ben helemaal verblind. Zien jullie wat? Ik zie het al. Hij is opgehouden. Silver Fountain. Crackling erin. En uiteindelijk dan de laatste. Dat is die Whistle Fountain. Ben ik nou zo schil of liggen daar aan mij? Kun je eens vuurwerk aansteken? Van de luchthamertje. Nou, dat was het pakket van Big Bazaar. Het is toch verschrikkelijk. Ik denk dat zijn van die hele grote sterretjes, een Molly Glory, zit erin van die kleine sterretjes gewoon. Het is toch erg? Dat is een hele grote doos voor. Ja, zo kan ik ook een pakketje opvullen, ja. Ze krijgen ook een metapakket. Nou ja, goed. Zijn er een paar? Ik ga ze gewoon eens even aanstikken voor de grap. Hey, kijk wat dit is. Dancing with the Stars. Oh.
Zijn die mooie mensen. Wat een schouwspel dit, hè. Ja, dat was hem. Op dat ene fonteintje na dan hebben we redelijk wat dubbele. Crackling Flower, Cold Blink, Color Pearl hebben we drie van. Purple Wave. Hoe je die op de grond krijgen, weet ik niet. Blue Night. Nou, we gaan het gewoon eens aansteken. We beginnen eerst met die Color Pearl. Drie stuks tegelijk. Want dat moet dan wel slecht zijn als je dat hier wil instoppen. Zo. Is het ook luchtvuurwerk? Zijn het de fonteinen? Op zich best leuk. Ja, zeker. Golden Blink. Dank u voor het zeggen. Na de gold is het nu tijd voor de color. Ik weet niet dat hun verstaan onder color, maar ik zie maar twee kleurtjes hier, rood en groen. En wat goud, dat was het. Maar weinig color, hoor. De Purple Wave wordt dat. Twee grote, dikke fonteinen, gewoon hap lucht eigenlijk wat ik in mijn handen heb. Maar goed. Zucht, ja, was wel mooi. Die van mij. Hij heeft een beetje een sputtertje. Ja. Crackling Flower. Super Red. Dan worden de volgende ook twee stuks. Ja, fooi fooi. En hij doet het voor mij weer beter. Ja. Is ook zo leeg. Naar hem, hè. Het scheelt zoveel van elkaar. Het ziet er wel leuk uit, het is verpakt, maar de inhoud is gewoon slecht. Ik vind het ook best hoog dit. Nou, vind je het interessant? Ik ga van het volgende pakken. De Color Avenger. Oh ja, kan je gelijk. Ik ken dat best goed. Had ik niet verwacht. Alle dubbelen hebben we gehad, dus nu hebben we de Blue Knight. Dus dat zou dan bijzonder moeten zijn, denk ik dan. Want dan stoppen ze er niet eentje van in, dus we gaan hem aansteken. Inderdaad. Dat is mooi. Dat doet een beetje denken aan de laser in Duitsland. Jammer dat er heel weinig in zit. Ook in de Green Mania zit er maar eentje in. Had ik al gezegd Firefly? Nog niet. Oké, okay, Firefly. Dus dat zou bijzonder moeten zijn. Ja. Dan hebben we er net ook gezien, toch? Zoiets. Nou, wat happening? De Silver Sky wordt de volgende. Nou, voor kinderen is die best leuk. En dan de finale, de Red Karaka. Niet te verwarren die van Zena Vuurwerk. Die Hindoe 4000 die we hadden, maar dit fonteintje dus. Vuurtje vrij! Spannend hoor. Oei, lekker. Beetje lekker. Een paar kleurtjes. Ja. Leuk! Hallo, hallo, hallo. Het is alweer opper de popper de pop, maar omdat ik in de goede bui ben, doen we die ook nog even. Goudfonteintjes. Oh, dat is wel best mooi. Kijk, de mooiste eruit. Zat niet eens in het pakketje. Hey.
bedankt voor het kijken, dames en heren. Tot de volgende video. En dan gaan we vast weer wat interessante vuurwerk halen. Dit is geinig voor de kinderen, maar voor volwassenen eigenlijk te klein.